Familieopstellingen gaat vanuit drie natuurwetten. Familie is een sociaal systeem waarin mensen door verwantschap en aanverwantschap met elkaar verbonden zijn. De werkgroep Wie ben ik? Is het afgelopen weekend nader ingegaan op dit vraagstuk door middel van een grote landenopstelling. Het thema hiervan was de universele liefde tussen Suriname en Nederland in de pardonregeling. De bedoeling hiervan is volgens Rosanna Amian, systematisch begeleider van Wie ben ik, dat dit bij veel mensen nog onbekend is. Familieopstellingen gaat vanuit drie natuurwetten. We hebben de binding. Ja, als je de twee handen bij elkaar zet, hebben we een binding. We hebben plek van volgorde. Als ik de eerste ben uit het gezin van herkomst of de jongste. Is er voor mij een ziel die geen plek heeft gehad in die zin? Is het een abortus geweest, een miskraam of een overleden ziel die vroeg is overleden? Of jong is overleden, dan is die de eerste mogelijk of de tweede. Dus welke plek heb ik dan als er een ziel in mijn gezin van herkomst is geweest die ik niet heb gekend? De derde natuurwet is de balans van geven en ontvangen. En die kennen we nou als die weegschaal van Oom Snezi, toch? Die weegschaal bij de Chinees als we iets gaan balanceren wanneer we iets gaan kopen. Rob Krijger, die de presentatie bijwoonde, was zeer onder de indruk van de manier waarop zaken zijn aangekaart en dat elke bezoeker erbij werd betrokken. Ik vind het een prachtige manier om een probleem, zeg maar, weer te geven. Iedereen wordt erbij betrokken. En het gaat hier over de pardonregeling, hè, wat heel gevoelig ligt in Nederland en Suriname. Twee landen die ontzettend verbonden zijn met elkaar en altijd zullen blijven. Maar waar nog een heleboel pijn is. En in zo'n familieopstelling wordt in familieverband vaak pijn opgelost. En dat wordt nu eigenlijk in groter verband geprobeerd tussen Nederland en Suriname. Waarbij dus een heleboel mensen de Surinamers vertegenwoordigen, de Nederlanders vertegenwoordigen, de pijn vertegenwoordigen, het verleden vertegenwoordigen. Het is een hele mooie manier om dit weer te geven. Alleen, het duurt heel erg lang. Dat vind ik zo. Ik ben een beetje ongeduldig, maar goed, het is verder een hele mooie manier. Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie, geïntroduceerd door de Duitser Bert Hellinger. Zijn werkwijze wordt ook wel systemisch werkend genoemd. Therapeuten proberen door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst bepaalde relaties bloot te leggen tussen familieleden en knelpunten daarin te herkennen.